Kijk, nu zijn we aan de andere kant uitgekomen. En hier is weer dat mysterieuze dichte bos. Het loopt eigenlijk helemaal rondom dicht. We waren zo straks aan de andere kant. Probeerden we er doorheen te komen bij die boom daar. Nu het midden van beeld. Maar dat is ons niet gelukt vanwege de camouflage. De dichte struiken. En die zijn eigenlijk hier helemaal rondom. Kijk, het valt eigenlijk niet op. Maar toch is het zo ondoordringbaar dat je er niet doorheen kan. Ja. Heel erg apart. Kijk, dat bos is gewoon open. Kijken wat dat is. Een hondenuitlatertje. Het gaat om dat stuk bos, jong. Dat moet ik verder gaan verkennen. Ze hebben trouwens ook hout gehakt in het bos. Zullen ze binnenkort wel weg gaan halen? Ja, je hebt daar die ondoordringbare rand daar. Zie je dat? En daar moet het zijn. Daar moet het zitten. Maar wat is daar? Dan komen we zeker nog wel achter. We gaan een derde poging wagen. 3 keer scheepsrecht. Hier moet nog ergens een paddenstoel staan. Oh ja, wow, ze heeft een hele zwarte kleur gekregen. Oh, dat is wel gaaf. Dan gaan we eventjes lopen richting de waterzuivering. Kijken of ze dat het water aangezet hebben. Ben ik ook wel heel erg benieuwd naar. Ja, want je ziet dit, hier heb je ook bos, maar dit is allemaal gewoon open. Kijk, hier kun je gewoon ruimschoots doorheen lopen. Daar heb je echt zo'n rand. Ik weet niet. Ik ga nog verdere inspectie doen. Ik ga het satellietbeeld proberen te draaien. En dan ga ik heel dichtbij proberen te komen. En dan te kijken wat het diepste punt is. En dan ga ik die coördinaten opschrijven. En dan probeer ik daar zo dicht mogelijk in de buurt te komen. Maar goed. De aanhouder wind is mij altijd verteld. Dus nou, we zullen we zien. We gaan dit keer dit pad gewoon nemen. Dan zijn we iets sneller bij de waterzuivering. Eén moment. Wow. Er zit een hars op mijn schoen wat ik er niet afkrijg van een boom. Moet ik thuis weer gaan borstelen. Maar goed. Ik denk niet dat jullie dit pad kennen. Of jullie moeten heel veel video's van mij gekeken hebben. Als je hier ook uitloopt, kom je ook recht bij de waterzuivering uit. Ik weet niet of ze dit pad zo laten, of dat ze dit dicht laten groeien. Kijk dan wat hier staat. Wow, dat wijkt af, jongen. Het heeft een hele lichtgroene kleur, vergeleken bij de rest van het bos. Wow, het duurt niet al te lang meer. En dan is het Halloween. Op de 31ste, dacht ik. En die video heb ik ook al klaar. Ja, kijk. Hier stond vroeger die pompput. Die hebben ze weggehaald. Hier stond een vierkante put. Die er nu niet meer is. Met een dode boom erbij. Gaaf. Kijk dan. Dit stuk bos, dat is behoorlijk dicht, zie je dat? En dat andere waar ik zo straks was, dat is gewoon ondoordringbaar. Ja, kijk, hier, zie je dat? Hier kun je gewoon doorheen lopen. En als ik nou de camera draai, dan zie je daar het dak van de waterzuivering al. En daar gaan we even kijken. We zijn nog iets te vroeg voor de groene lampkik. Als je er doorheen loopt, gaat er altijd zo'n felle groene lamp aan. Maar het is nog niet donker genoeg. Dit is een hele bijzondere plek voor mij. Want precies op deze plek hier, daar, net voordat je daar uitkomt, hier zo, was ik vroeger een keer met de metaaldetector aan het zoeken. En heb ik hier op dit punt, tussen daar, daar, daar en daar, dat stuk daar, heb ik munitie gevonden. Uit 1941. Dan moet ik gewoon even erbij zeggen. Kijk, en hier heb je dan al de waterzuivering. En je ziet het heel duidelijk. Hij staat op een soort van berg. En je ziet het. Ze hebben daar kleine boompjes geplant. Dus ik wil dit wel eens zien. Als je hier over 3 jaar komt, dan is het hier 1 groot bos. Dan kun je dit zo niet meer zien. Ja, kijk dan.
Daar waar ik nou op inzoom, dat is die felle beruchte groene discotheeklamp. Heel erg mooi. Hier heb je trouwens een waterput. Is me eigenlijk ook nog nooit opgevallen. Nou, dan gaan we dit keer maar eens een keer... Wow, er staan nog bloemen. Wow, heel gaaf. Oh, hier staan er nog meer. Ja, boeien. Kijk, dit is dat nieuwe pad wat ze aangelegd hebben. En hier kun je eigenlijk letterlijk en figuurlijk door de waterzuivering heen fietsen. Dat is ook wel kicken. En dit is die grote waterbak. En je ziet het, er zit allemaal roest in. Kijk, dit is het. Heel jammer, ze hebben het water weer uitgezet, want normaal kwam daar water uit die dingen. Maar je ziet het, het is weer helemaal droog. En je ziet het, het is echt een behoorlijk groot stuk hier. Dat is dat ook wel interessant. Oh. Ik had laatst pech, jongen, met het busje. Ik had op de een of andere manier geen diesel meer erin zitten. En toen stond hij precies op de Duits-Nederlandse grens stond hij stil. En toen heb ik het busje 1 kilometer lang moeten duwen. Dus het hand aan het stuur, het deurtje open. En dat voel je. Wow. Dat is echt... Ik was nu best wel pissig, maar goed. Het is weer voorbij. Wat staat er? Er staat iets of niet? Daar. Ja, het zijn koeien. Wow. Het bankje en de mussenkast. En laatst heb ik hier op deze plek een roofvogel kunnen filmen. Wat rijdt daar? Een tractor of zo? Ja, dat is een trekker. Ja, het is een tractor. Koeien en een tractor, wow. Dat is een goede combinatie. Kijk, daar heb je die water uitlaten. Ik vul hem nog maar een keertje. Want als ze echt allemaal volop aanstaan, continu... Ik kan me er nu nog eigenlijk niets bij voorstellen. Maar dan moet dat echt wel spectaculair worden hier. En die kleppen, die klappen dan volgens mij continu. Maar goed, of ze zetten hem gewoon open, dat kan ook zijn. Hé, wat? Wat hebben ze gedaan? Ja, ze hebben een boom gekapt, of niet? Nee, ze hebben hier bomen neergelegd. Die hebben ze uit het bos gehaald, blijkt. Nee, wow, wacht. Ze hebben hem met kluit en al eruit getrokken. Aha, wacht. Dan heb ik zelfs een vermoeden dat ze daar achteraan, dat ze daar ook nog weer bezig geweest zijn. Maandag, dinsdag. Het is maandag, nu vandaag. Dus het kan zijn dat ze toch nog gewerkt hebben. Ik ga toch nog heel even kijken, want je weet maar nooit. Het begint dat tegen de avond te worden. En na deze video, had ik deze afsluit, kan ik geen video meer maken, want dan is het te donker. En deze berg, hey, ze hebben een klein bergje ervoor gelegd, zie je dat? Dat was volgens mij laatst ook nog niet. Heel erg apart. Daar heeft vroeger de oude waterzuivering gestaan. Pompstation van Heeg. En die is weg. We gaan toch eventjes een poging wagen. Ja, hier heb ik ook mijn Halloween video opgenomen. In dit gebied, in dat stuk. Toen kwam de mist letterlijk opzetten. Je kon de mist aanraken op dat punt. Maar goed. Kijk, die mussenkast hier. Heel erg apart. Ja, hij wordt zwart. Dat betekent dat het te donker wordt voor mijn camera. Ja, van de week waren we hier ook. En toen zat aan deze boom zat nog volop bladeren. En je ziet het. Dit is er nog maar van over naar de regen en de stortbuien en de storm. Of ja, die redelijke wind die dan geweest is. Laatst kom ik daar herten tegen, hè. Wou ik daar een geocache verstoppelen en toen hoorde ik daar een hert in dat stuk. En toen ben ik er omheen gelopen en toen hoorde ik hem niet meer. Maar goed, we gaan toch nog heel even kijken, want je weet maar nooit of dat ze toch nog een verandering gemaakt hebben hier. Ik kijk liever nu 1 keer te veel op dit soort plekken als 1 keer te weinig. Ah, wacht, wat hebben ze gedaan? Er is wel iets veranderd. Ja. Ach, ze hebben het helemaal glad gemaakt. Of niet? Ja. Oh,
knap gedaan. Hier is trouwens een afgrond naar beneden. En ja, je ziet het, ze hebben het helemaal glad gemaakt, dat stuk. Hier heb ik dus ook die Halloween video opgenomen toen dat mistte was. Heel spectaculair was dat, jong. Wacht, we gaan toch nog even beneden kijken. Ik kan jullie beneden even wat laten zien wat ik in mijn tas heb. Ik heb namelijk 2 eitjes met een touw bij me. En die wil ik in de bomen gaan hangen. En dan wil ik dan de coördinaat op YouTube droppen. En dan wil ik even kijken of een van mijn kijkers dat gaat vinden. Want ik heb nu een aantal kijkers met een GPS, ben ik achtergekomen. Dus dat is wel kicken. En die willen mijn coördinaten afgaan. Kijk, daar staat Hallo Tony. Het staat er nog steeds. En nog steeds met die smiley. Ja, hier is toen dat stuk uitgebroken. Zie je dat? Wacht, ik laat jullie de eitjes even zien. Die ik bij me heb. Oh, ik hoor de stemmen. Hoe kan dat? Wacht. Even grabbelen. Ja, ik heb ze bij me. Kijk, dit zijn ze. Kijk, er zit een touw aan. En dan heb je 2 van die eitjes. En die kun je dan in de boom hangen. En hier kun je dan een soort van coördinaat in doen. Dat je dan naar het volgende eitje kan lopen. Dus dat is wel kikker. Dat touw dat zit er extra aan om het ding vast te binden aan een boom. Zo. Even terugstoppen. En dan gaan we eventjes... Wow, man. Zo. Kijk hoor, bij die wand nog even kijken. Ja, je ziet het. Dit hele stuk is eruit. En je ziet het, het lijkt alsof er een soort van nest zit. En dat was de laatste nog niet. En je ziet het duidelijk, het lijkt net of het uitgegraven is. Moet je nagaan dat er nou weer opeens een kop uitkomt of zo. Oh, heel erg gaaf. Hier gaat het dus om, zie je dat? En je ziet het, hier ligt een hele bult zand. En je kan gewoon je hele arm erin steken. Zo groot is het. Heel erg apart, maar goed. Ja, ze hebben hier flink met een graafmachine lopen werken. Je ziet het ook heel duidelijk dat dit helemaal in een dal loopt. Zie je dat? Het loopt naar beneden. En dit is dan die beruchte wand waar dat hele grote stuk is uitgeslagen. Zie je dat? Vergelijk het even met een hek. En dit gaat gewoon meters naar beneden. Een normaal mens komt ongeveer tot... Als hij staat, ik denk tot... Nee, wacht even. Hé, daar moet ik ze wezen. Op dat stuk helemaal. Dus het is een behoorlijk end. Het ziet er heel gaaf uit. En dit is gewoon in Nederland. Heel dicht in de buurt van Zaandam. Of dit valt nog waarschijnlijk onder Zaandam. Goed. Heel erg gaaf. We hebben het weer meegemaakt. En je ziet het. Geen mist. En laatst was ik om deze tijd en toen was er mist. En nu helemaal totaal niks. Toen was hier een soort van mistbank omhoog, zo schuin. Heel erg apart. Goed. Je ziet het heel duidelijk. Dat hek hebben ze er extra geplaatst, omdat je dan tegengehouden wordt. Anders zou je hier regelrecht het ravijn invallen. Ik zou wel eens willen kijken als je hier gaat zoeken met een metaaldetector, wat je dan allemaal vindt. Geen idee. Misschien dat er nog oude spullen liggen. Van vroeger. Je weet maar nooit. Ah, je ziet, het is redelijk bewolkt. Wow. Nu ik dit zie, hè. Die open stuk. Ik weet niet precies hoe het heet. Misschien dat jullie het weten. Het zijn 4 koperen staven. Met een soort van argoniet. Of zoiets erin. En dat hang je in een boom. En dat gaat dan ronddraaien. En dat lost letterlijk de wolken op. Dus dan krijg je, als je dat hier zou plaatsen. En het zou draaien. Dan na ongeveer een half uur of zo. Dan zou je in die wolken een hele grote ronde kring krijgen. Ik heb laatst een paar van die filmpjes gezien. Ik denk dat is science fiction. Maar ik heb meerdere video's gezien. Tientallen. En elke video bericht eigenlijk hetzelfde. Dus ik kan me haast niet voorstellen dat die koperen staven met iets wat eronder hangt. Dat die dat kunnen veroorzaken. En het mooiste van alles is, het is helemaal niet elektronisch. Het is gewoon puur koper met iets erin. Heel erg apart.
Maar wij gaan de vlog weer beëindigen. Er staat een auto of niet? Ja, kijk eens. Wat moet die daar? Ah, wacht, dat is misschien onze fotograaf. Die met de telelens probeert die roofvogels hier te gaan filmen. Maar hij staat waarschijnlijk op een plek waar geen parkeerplaats is. Hij staat op een hele grote afstand. Maar één ding is zeker, hij staat er. Oh man. Ja, dit is de plek waar ik de Halloween video opgenomen heb. Ja, toen kon je die boom daar niet zien. En toen was daar zo'n mistbank helemaal. En toen liep ik hier zo heen. En toen kon ik de mistbank aanraken. En toen ik daar in het bos was, daarachter, toen kon je dit stuk totaal niet meer zien, omdat dit allemaal helemaal dicht in de mist was. Ik vind het een heel vreemd pad, maar goed, hij is er. Wow, ik kwam laatst nog een video tegen. Hè. Dat was volgens mij 1,5 jaar geleden en daar had ik nog niet op gereageerd. Dat was van iemand. Stond onder een van mijn video's. Dus ik weet nog steeds niet wat het belangrijkste is. Hè. Of dat ik gewoon iedere avond 1 video maak of dat ik er 3 maak. Daar ben ik nog steeds niet over uit. Wat vinden jullie? Zet het even onder de video. Maar goed, ik wil er het liefst 3 maken, maar als ik ook de 4 ga maken, dan worden ze niet meer bekeken. Of heel weinig. Dat is eigenlijk wel jammer. Dan doe ik al het werk eigenlijk voor niks. Maar goed, wat is dat? Ja, paddenstoelen of niet? Een soort zwam zit daar. Oh, het begint nu echt te donker te worden. Ja, nu krijg ik mijn eerste waarschuwing in het scherm. Toe dork, dat het te donker is. Ja, dan gaan we de vlog weer beëindigen. En je ziet het ook heel duidelijk. Hier heb je ook een soort van bergstructuur, wat er vroeger ook niet was. Dus ik heb zelfs zo'n vermoeden dat ze dit toch een keer allemaal weg gaan halen. Ja, of ze laten het zo liggen, ik weet niet. Wat denken jullie ervan? Dit soort hekwerken kom je zelden tegen in een bos. Dit is eigenlijk voor mij de eerste pas, maar goed. Zit daar nou wat? Nee.